En dan moet ik voor niks naar een apotheker. Voor niks naar een apotheker? Ja, ja, zet niks. Het heet niks, hè. Nee. Stonden bij een apotheker. Hij in zijn doel is dat een apothekeres. Oh, ja, doe voor deze zo gaan. Dat is een vrouw, hij. Ja, goed, jongen. En toevallig zit zo ene vermig, ene van Tongeren. En die moest... Dan zit je tegen van apothekeres, ik moet twee kapotjes eten. Twee kapotjes? Ja. Zet oud. En die apotheker is hem, ik zeg, giftig, hè. Dus ik dat, zo zeg je dat niet, meneer. Je kunt dat wel fatsoenlijk vragen. Dit trekt zijn broek af. Die pakt zijn geval. Die legt dat op de toe. Zit hij tegen de apotheker, ik wil een kostuum voor meneer. Maar daar stond ik achter. En ik moest ook het hebben vermenen, meneer. Maar ik dacht hij niet erop leggen, hè. Nee, maar nee. Ja, die wat scheelt met hij, meneer? Dat was... Ja, dat is dit. Ik heb daar problemen met. Ja? Ik krijg dat niet mee. Ja. Alle. Ja, ik krijg dat niet mee. En dat steekt. En dan krijg je de pijn, hè. Dat denk ik. Als dat... Dit laat een hele dag namelijk. En ik zeg tegen de apotheker, heb jij gehad voor dat? Ja, zei ze. Drie maaltijden per dag, zei ze. En gratis inwonen. Ja, drie, hè, hersen. Maar ja, dingen zijn. Ik ben ook eens. Viagra gaan halen. Oh, toch? Ja, die bleef het stijken, denk ik. Ja. Maar ik zeg je de apotheek, ik zeg gewoon Viagra. Ja, zei ze, dan moet je een verschrift hebben. Ik zeg, hij is een foto van Pruim ook goed. Ja.